A-junior Vince Gino Dekker was vrijdagochtend samen met Danny Bakker de eerste die zich meldde voor de training van Ajax 1. De jeugdspeler zette daarmee zijn eerste schreden in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Even later meldde ook de oude garde zich met onder meer John Heitinga. De oud-international traint nog altijd mee, ondanks dat hij deze week aankondigde te stoppen als voetballer. Ik vind het een verstandige keuze op dit moment. En, ik vind, zeg maar, we moeten allemaal goed, heel goed begrijpen dat de laatste half jaar dat niet de afspiegeling is van zijn mooie carrière. En dat denk ik dat we dat helemaal goed moeten beseffen. En dat hij daarom ook, denk ik, een fantastisch afscheid verdient. Omdat hij natuurlijk ook een kind van de club is. En ja, er altijd keihard voor gewerkt heeft als prof. En heeft een voorbeeldprof. Heeft de finale gespeeld. En dus daarom is het ook mooi dat we tegen Feyenoord dat hij een vol stadion krijgt. En dat verdient hij ook. Ook na zijn afscheid voor de wedstrijd tegen Feyenoord blijft Heitinga betrokken bij Ajax. Volgens de Boer heeft hij ook de komende tijd de onzichtbare aanvoerdersband om. De bekendmaking van het stoppen kwam na een transferperiode waarin Ajax geen versterking wist aan te trekken. Ondanks het feit dat de Boer hier wel op hoopte. Ik denk dat het allemaal wel duidelijk is zijn geweest dat wij het heel graag willen. Maar anderzijds dat we ook het beleid van Ajax respecteren. En dan moeten we het gewoon met deze selectie doen. En ik denk evengoed dat wij een grote kans maken om kampioen te worden. En om dat te bereiken hoopt de Boer het spel van zijn ploeg de komende tijd danig te verbeteren. De vraag is hoe de coach dat de afgelopen week probeerde te realiseren. We hebben juist proberen zoveel mogelijk die jongens niet in een denkstand te krijgen. Om juist meer vrij te zijn in hun hoofd en juist meer op het veld het te laten zien. Dus het valt reuze mee. Wat bedoel je met denkstand? Nou, je ziet dat bijvoorbeeld een bepaalde vrijheid of automatismes die voor de winterstoppen wel waren, dat veel minder soepel loopt. En dat zit meestal vaak in de hoofd, het zit niet in de kwaliteit. Want als je dat ervoor hebt, heb je het waarschijnlijk ook daarna. Dus we moeten proberen dat we veel vrijer daarin in zijn. En vandaar dat we meer daarop ons gericht dan juist weer aan het denken te zetten. Davy Klaassen maakte vorige week tegen Roda zijn rentrée na een blessure. 100% fit is hij misschien nog niet, maar de Boer rekent ook dit weekend weer gewoon op zijn aanvoerder. Op dit moment ziet het er heel rooskleurig uit voor hem. En hij traint goed en hij is blij, want dat is belangrijk natuurlijk. Want daarvoor was hij eigenlijk ook een beetje in de denkstand, steeds het voelen van zijn knie. En dat doet hij op dit moment niet, dus dat is mooi voor hem en voor het team. Tegenstander Feyenoord won deze week in de beker van Roda, maar maakte voor het overige een slechte periode door. Aan de Boer de vraag of de Rotterdammers voor Ajax de ideale tegenstander zijn om zich te herpakken. Dat is heel lastig. Die vraag zullen ze ook waarschijnlijk aan de Feyenoordcoach stellen. Is dat nou de ideale tegenstander om weer bovenop te komen? Ja. We kunnen die vraag alleen maar beantwoorden na de wedstrijd, denk ik.